Ruim 70 mensen namen zaterdag gebruik van de mogelijkheid hun gezondheid te laten checken. Een groep studenten van de Medical University stond toen klaar om onder andere iemands bloeddruk en suikergehalte te meten. De actie maakte deel uit van het protest tegen de ISLA, georganiseerd door Stop ISLA Now. Het doel van de medische controle is om te onderzoeken of er een verschil is in de gezondheid van iemand onder de rook of iemand op de rest van het eiland. Wat is de uitslag? Alles is goed. Ja, gelukkig. Ja. En waar woont u? Bonham. We zijn momenteel hier met een 40-tal studenten. Wat we nu proberen te doen is een kleine nulmeting te doen of er inderdaad iets is, of er iets opvalt. Indien dat zo is, zullen we zeker vervolg metingen doen in deze wijk over een aantal maanden, volgend jaar enzovoort. En ook meer informatie over. Tijdens het onderzoek letten studenten vooral op huidziektes, longen en oogproblemen. Dit zijn klachten die kunnen voortkomen uit luchtvervuiling. En bij sommige bewoners uit Marchena ook al goed bekend. Ja, ik heb met twee longen geopereerd. Ja, daarom kwam ik nu voor mijn longen. Kijk, als ze goed zijn. Heeft u last van meer dingen? Ja, nou, daarom. Ik kan niet in deze buurt meer. U wilt liever verhuizen? Zie. Maar is mijn buurt, maar ik kan niet. Als uiteindelijk blijkt dat er daadwerkelijk verschillen zijn tussen de gezondheid van mensen onder de rook en buiten de rook, zal de Medical University dit gaan rapporteren.